Hey, Mesh! Yo! Het is goed, vriend. Kom eraan. Ik heb je gedm'd, Andy. Ja, is goed, vriend. Ja, is goed. Hey, tot later. Hey, man, hè? Geen overvalletjes plegen, hè? Ja, nee. Hard werkende jongens. Saf. Safi, Safi. Safi. Bro, naar Chatar. Lekker, tuurlijk, zie je toch wel? Godsamme. Maar ik heb eigenlijk niet voor de serieus, maar dit is gewoon een taart van de Jumbo, hè? Het is geen speciale taart, ik zeg geen. Maakt niet uit. Het is niet uit Den Bosch. Maar, ik wilde eigenlijk een shirtje meenemen, maar. Onze sponsor ligt eruit, toch? Dus ze hebben alles weggedaan. Alles ligt eruit bij jullie. Dat is niet normaal. Godsamme, jullie spelen echt goed, man. Even normaal doen, hè? Hey, wat is dat? Nee, maar NEC doet echt goed. NEC, ja, NEC is nog altijd, blijft altijd mijn clubje. Daar speel je toch nu? Ik ben pas naar FC Utrecht gegaan. Dat weet ik toch, man, gek. Ja, nee, maar is wel kut, hè? Nieuwe trainer, hè? Hoe is de trainer? Hoe Jans, is die een beetje goed of... Ja, hebben we ook nog meegemaakt. Ja, man. Goeie trainer, man. Nee, is een aardige kerel. Ik zit... Ja, echt een heel aardige man. Heel aardige man, een beetje vaderfiguur. Pas één dag hier, maar ik heb al gezien. Hij wil met iedereen praten. Fuck, af en man. Wie is dat? Ja, gewoon een vriend van me, maar... Ja, waarom belt hij? Altijd... Weet toch dat je aan het werk bent? Nee, dat weet hij niet. Sure, man, de dag gaat mijn telefoon. En die van jou ook? Wat? Jouw telefoon gaat hier de hele dag? Ja, fuck. Hey, hoe kunnen Mechie, wij... Mechie belt mij de hele dag. Mechie met zijn bek houden. Hey, moeten we eventjes snelweg op, snelste? Want anders... Dan moet je eigenlijk andere kant op, vertrouw man. Je hier niet zo, Utrecht? Hier naar rechts? Nee, is niet bij. Je bent in mijn buurt. Nee, hoef je niet druk te maken. Oké. Okay. Maar jij komt uit Den Bosch, toch? Ja. Maar ja, ik ben snel geïntegreerd, snap je? Ja, ja, jullie helpen elkaar allemaal, hè? Zou die ook eens moeten doen? Ja, wij niet, hè? Oh, dan loop je ook, hè? Mooi niet meer, joh, fuck. Nee, hier is rustig, man, serieus. Ja, hier is, mooi, ja. Is een mooie wijk. Dat is allemaal nieuw. Nieuw, hè? Ja, man, het is echt lekker rustig. Heeft Mechie goed geregeld voor jou? Mechie regelt helemaal niks. Nee? Mechie? Mechie zegt dat jij hem stalkt. Weg. Wow. Ja. Ik maak hem altijd gek op Instagram. Ja, dat zegt hij. Hey, nu zegt hij... Ik had niet eens gezien. Hij zit mij dat jij zo'n... Je hebt één zo'n hele hoogtepunt van hem. Alleen maar Meggie. Alleen maar Meggie. Hier links? Naar rechts. Oh. Hey, alleen maar Meggie. Maar... Alleen maar Meggie. Nu begint hij een beetje serieus te doen. Dan zegt hij... Ja, nu pas. Nu doe... Ja. Nu... Hey, Meggie. Dan zegt hij, haal eraf. Hey, maar hij vindt het wel leuk. Maar stiekem? Ga... Ja, stiekem vindt hij het leuk. Maar dan... Anders laat hij het niet aan mij zien, hè. Ja, ja, ja. Tuurlijk. Godsamme. Maar oké, okay, even lekker Utrecht hier weer, hup. Zijn hier donker wolken ook boven Utrecht, hè? Dat is bij jou zon. Ja, zeker. Ik kom uit Apeldoorn. Saai buurt, man. Dat is niet eens heel ver. Nee, dat is 3 kwartier heen, hè? Hey, maar vind je het wel leuk hier? Oh, je hebt hier ook al gespeeld, toch? Ook bij Elinkwijk en zo, hè? Hoe weet je dat? Ja, ik had godverdomme jou een interview gezien. Dus, ah, maar ja. Moet ik hier links of rechts door? Ik heb bij Inekwijk een jaartje gespeeld, maar ja. Ja. Vanuit daar ben ik naar NEC gegaan. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dat je dan zo... Gewoon, ik had even met mijn pa over gehad van wil je nog proberen voor profvoetbal en zo. En toen zei ik ja. Toen is hij gaan kijken voor talentendagen en zo. Want ik had talentendag in Nieuwegein. Toen was ik daar best speler van daar en zo. En toen kwam iemand naar mij toe achteraf, naar mijn pa. Zei van kom ik een stage doen bij Inekwijk. Ik was toen ook nog met stage en zo. En, yeah. Want niet iedereen komt in een selectieteam, snap je? Dus daar stage gelopen, naar één training mocht komen, zeg maar, en toen heb ik daar een jaar gespeeld. Mm. Ja, toen kon ik naar NEC. Naar Elinkwijk, NEC. Naar NEC en naar Graafschap en naar ADO. Oké, waarom... Dat is makkelijk gemaakt, hè? Ja, waarom ja ADO kon ook nog. Ja, maar dan moest ik in gastgezin, dat wilde ik niet. Oh. Ik moest bij allebei in gastgezin, behalve bij NEC. Moest je dan bij een Nederlands gezinnetje? Zo'n milfje die er zei van, oh, Fuck, een oud vrouwtje. Oh, lekker jong Marokkaantje. Daar was ik nog te jong voor. Hoe oud was je toen? Ik was toen 16. En toen ben je naar NEC gegaan? Ja. En toen, hoe ben je dan daar gaan trainen en zo?
Maar gewoon met de trein. De hele dag trein, om 7:15 elke dag de trein. In. Ochtends. Vanaf Den Bosch. Vanaf huis met scooter naar station. Had je scooter? Vespaatje, jongen. Had je gekocht of gejat? Nee, mijn pa had die voor mij gekocht. Dus dat had hij goed geregeld. Ik had in ieder geval vervoer. En dan ging je 7:15 moest je al met de trein? Ja, dus 6:30 van huis vertrekken en dan 7:15 treinen en dan ja. Precies, zeker. En dan moet ik nog geluk hebben als ik achterop mocht bij iemand uit mijn team, anders moest ik lopen. Van wat? Van waar? Gewoon vanaf station Goffert naar NEC. Is dat ver? Ja, dat is wel 20 minuten lopen hoor. Oh. Wat is dat? En dan ben je een soort carpool of zo? Die hadden altijd smoesjes. Nee, je haalt net je bus of niet? Snap je? Je zit hem echt net weg, hè? Of je haalt hem niet? En toen had ik altijd, ja, ik was niet zo goed georganiseerd, maar die Nederlandse jongens hadden altijd fietsen staan. En toen, vaak met hen achterop, maar op een gegeven moment hadden ze er ook geen zin meer in. En ook, heb je ook bij bekenden dan op achterop gezeten die nu nog profvoetbal spelen, of zijn alleen jij bent doorgaan? Nee, jammer genoeg zijn die jongens niet doorgebroken. Niet gehaald? Nee. Dat kan, hè. Ik had ook eigenlijk wel... Er gebeurt veel meer dan je denkt eigenlijk. Ja. Heb je ook gevoetbald? Twee. Nee, op bankzitter was ik vroeger. Ja, dat dacht ik professioneel bankzitter. Ik haalde echt goed, jongen. Was het niet normaal. Ik hoorde dat je wel goed was, maar... Even geen beelden gezien. Mentaliteit was niet goed. Nee, mentaliteit was niet goed. Nee, was geen... Hey, maar nou moet je... Binnenkort PSV, hè? Nee. Die hebben we pas gehad. Eerste wedstrijd. Oh, wacht even. Huh? Heracles dit weekend. Daarna NEC. Ik ben NEC in de war. Die moet, naar links. Dan ga je richting Amsterdam. Ja, echt naar Amsterdam. Als je die tunnel in gaat, dan is die kut. Nee, beter naar links. Ja, dan gaan we naar controle, dan kan je rustig 100 rijden. Ja, dat is trajectiecontrole, hè? Trajectie. Hoe heet dat? Trajectcontrole. Ja. Trajectie. Moeilijk, hè? Ja. Nederlands is moeilijk, hè? Godverdomme. Hoe heet wel jou? Ben je hier geboren? Ik ben hier geboren. Wat is dat voor domme vraag? Ja, weet ik niet. Ik kan toch allemaal ook al geboren zijn? Ja, ik ben tweede generatie, jongen. Of derde generatie. Dus ben je hier geboren. Ja. Dus je bent ook... En wat nou als het Nederlandse elftal zou komen of Marokkaanse elftal? Zie je, bent niet goed gedaan. Je hebt al meegedaan naar Afrika Cup. Mocht je niet meedoen? Man. Nee, ik was... Was je zeg maar muurtje voor trainingen, zeg maar. Lekker bank zitten ook. Godverdomme. Hij zei wat over mij. Eerste keer op de bank, daarna tribune. Ja? Nee, maar het is toch een mooie ervaring. Nee, sowieso. Maar ik kwam daarheen met liesblessure. Dus eerste training al zeg maar uitgevallen. Oh. Ik heb zeg maar de wedstrijd voor Afrika Cup tegen Go Ahead blessure opgelopen, mijn lies. Dus vandaar dat ik niet echt in actie ben gekomen daar. Oh, en dan wist de trainer ook. Ja. Maar hij denkt, neem je gewoon mee, dan heb je al die ervaring vast. Ja, hij betrok mij erbij, dus dat was nog steeds mooi. Ze wisten gewoon dat ik. Ik had ook aangegeven, je moet dat ook aangeven, snap je? Dat je dan last hebt en zo. Ja, dan houden ze daar rekening mee, moet je daar ook weer allemaal scan maken en zo. Salam alaikum, broeder. Alaikum salam. En toen daar gewoon mee getraind, gewoon veel met pijnstillingen en zo. En aan het einde ging het wel weer beter, maar ja, daar heb je niks meer aan. Dan is het te laat, dan is het niet gevormd. En de laatste wedstrijd tegen Egypte had ik positief voor corona. Meen je niet? Ja, dus toen was ik helemaal niet erbij. En toen moest je quarantaine? Ja, of weet je twee gelijk, dagen, die test gestopt. Was... Was je gelijk weggestuurd? Ja, die test, twee dagen, nee ik heb niet eens, ik heb één volle dag in quarantaine gezeten. Oh. Klaar. Toen moesten we terugvliegen alweer. Daarom heb ik dit niet nog zo. Hey, maar is wel een lekker taartje man. Is dat echt van de C1000 of van de Aldi? Hij gaat weer radio, hè? Ik ga niet radio, jongen. Dit is weer een auto, hè? Weet je wat het kost? Ik ken mensen die kunnen schoonmaken voor jou. Ja. Hoe noem je dat? Gedetailleerd? Maar ik dacht een mixje voor jou. Wel lief, man. Oh, ik kan mijn vrouw weer blij maken vanavond. Je hebt er niks geks, niet dat je je zip naar je gedouwd hebt of zo. Nee. Toen die warm was. Dat zou ik niet durven. Oh. Je mag je maar 100, hè? Ja, tot daar. Wil je nou laten zien dat je een snelle auto hebt ofzo? Wat voor auto rij jij eigenlijk? Q3. Oh, dat is net niet auto, hè, zeg maar. Jawel, een mooie auto, man. We hebben lekker Audi bij Utrecht. Van de club, dus, ja? Audi? Ja. Oh, Audi is... Nee, maar Audi is echt... Ik vind Audi ook een goed merk, hoor. 100%. Ja, je kan ook een RS4 pakken met een taaie 10.000 euro per maand. Zijn er spelers die dat heeft? Nee, die kunnen ze niet betalen ook. Nee, 10.000 euro in de maand. Nee, ik denk niet dat het probleem is, maar het is meer gewoon, slaat gewoon nergens op. Is dat zo duur, hé? Bij wijze van spreken,
gaat misschien niet zo duur zijn, maar... Ja, maar dat gaat wel zeker... Nee, 4,50. Je krijgt zeg maar een bedrag van de club, maar je betaalt ook wel... Dus je moet nagaan of je een RS4 gaat leasen. Ja, ja, ja. Dan ga je ook 1000 euro's betalen. Ja, tuurlijk. Ja. 4,000, 5,000 denk ik. En dan mag je één keer abonneren in Amsterdam. Moet je, dan zit je moet je weer tanken. Ja, ja, ook. En dan, ja, is niet normaal. Maar alles is wel goed geregeld. Je kan gewoon helemaal zelf je auto uitkiezen. Je krijgt hem met 0 kilometers. Dus ja. Dat is perfect. Gewoon een normale... Normaal pakken jullie die RS6'jes toch altijd. Dat is wel een lekkere auto, man. Kan je lekker in blazen. In Duitsland kan je gewoon doorrijden, hè? Met ja, die RS6. Daar werken ze mee, ja. Ik heb elke keer... Maar die, dat velletje van mijn lul die zit elke keer achter mij. Heb jij dat ook? Nee, ik niet, man. Nee, jij bent niet. Hey, maar hoe kom je bij Maggie terecht dan? Even serieus. Ja, Maggie, die heeft mij volgens mij een beetje overgehaald via Souf Amrabat. Toen bij Marokkaans elftal, dan heeft Souf wel af en toe een paar keer tegen mij gezegd. Meggie. Ah, oh, zo doen ze dat dus. Ja, Meggie is een slimme kerel. Is wel slim. Hij gebruikt iedereen, hè? Hij gebruikt mij ook altijd voor. Meggie is echt iemand vanuit zijn hart, man. Hij is wel echt, echt een goede jongen. Ik ken hem al heel lang, hè? Ja. Ja, ik ken hij heeft mij verteld dat ik moet oppassen voor jou. Wat dan? Ja, gewoon oppassen. Hoezo? Ja. Bovenhalen. Wil je echt geld verdienen, moet je naar mij toe komen. Ja, ja. Meggie loopt alleen met de latten van. Dat lukt wel bij Meggie, hoor. Meggie wel goed, hè? Nee, Meggie doet goed. Nee, ja, dat weet ik. Anders heb je geen story van hem. Ja, ik hou echt van Meggie. Maar weet je wat het is? Kijk, Meggie die ging altijd al met Noordin om met Soep. Vanaf klein, hè? Als van kleins af aan al. Dus weet je, die vertrouwensband is zo groot. Dus ik vind het ook wel mooi dat hij dan in één keer zijn zaken mag doen van Soef, weet je wel, van Noordin. Het is toch wel weer wat anders, hè? Ja, het is toch mooi, man. Business vlak. Ja, maar je kan wel elkaar vertrouwen, want je weet wat je aan elkaar hebt, weet je. En dan hebben ze samen zo'n succes. Dat vind ik echt top, man. Dat is ook mooi om te zien. Echt een mooi verhaal. Dat vertrouwen heb je niet makkelijk in de voetbalwereld. Nee. Jij weet hoe dat is. Jij hebt ook veel mensen, hè, die naar je toe komen van dit en dat. Waarom heb je altijd je broekje zo? Dat valt me altijd op, jou. Eén, die linker. En als ik jou kan zeggen hoeveel mensen dat tegen mij zeggen, is gewoon een tik, man. Dus dat doe je me elke keer omhoog? Gewoon als ik stilsta, maar ik heb het niet eens in de gaten. Nee. Doe ik hem gewoon zeg maar onder mijn onderbroek. Oh, dan zit hij vast. Maar dat doe je dan, is dat... SpongeBob. Heb je SpongeBob onderbroek? Zit achter een bruin vlekje op. Die stieg heel van de pis en achter bruin, van de stront. Nee, dat is een tik, man. Ja, dat is een tik. Ja. Apart, ik valt me altijd op. Ja, niet jouw voetbalkwaliteit, dat valt me niet op. Maar geweldig dat broekje. Ah, oké. Okay. Nee, maar ik vind jou wel een goede speler. Ik vind jou wel agressief en je wil altijd vooruit voetballen. En... Alleen moet meer scoren, man. Ja, hè? Schiet op die goal, man. Meer in de 16 komen, hè? Ja. Ik laatst ook over gehad met assistent trainer. Hij zag gewoon meer in de 16. Wie is dat? Wie is die assistent trainer? Meggie, even oprotten, ja? We hebben even een goed gesprek eindelijk een keer. Hey, waarom ging je eigenlijk bij Meggie wonen? In zijn neus. Hij heeft een grote neus. Kijk gewoon wonen. Hoef je geen huur te betalen. Wauw, Meg! Ja. Heb een tijdje zo gewoon? Meggie, we hadden het net nog over jou. Nee, echt positief. Ik zeg tegen hem, bij Meggie, als Meggie sigaretje rookt in de regen, blijft de sigaret nog droog. Hoe zie je dat zo snel, jongen? Hé, Meg! Hey Meg! Dit is Andro Hollandi. Deze grap heb ik nog nooit in mijn leven gehoord. Nee, dat vind ik goed. Want ik weet hoe jij reageert, daarom vind ik zo mooi, hè? Ja, maar Tenemis. Meg, nou weet ik waarom je hem zat bent. Hij pest jou gewoon. Hij pest jou gewoon dus. Ik weet het. Wij zijn broeders, jongen. Altijd ouwe hoeren. Hey, zit je nog in Manchester? Het ging niet zo goed, hè, onderhandelen tot op de laatste dag. Even meer ervaring op doen, pik. Zo, Meggie. Oei, zei hij zegt niet maar app als je kaartje wil van Manchester. Ik pak toch Engeland niet meer in. Al die kaartjes gek.
Als mijn vrienden cash nodig heb, heb ik je vriend. Dan ben je mijn beste maatje weer. Weet je toch? Mag je lekker aan mijn kontje likken. Ja, hij zit altijd oude hoer. Ah, hij is goed jongen, hij is goed jongen. Je moet hem niet tegenkomen in het donker, schrik je dood. Nee, we rijden net weg man. Waar zit jij, waar zit je mee? Zit je bij Erik ten Hag op schoot? Wow, weg! Ja. Ik ben wel benieuwd. Nee, is een goede keel. Erik is echt een goede keel, man. Nee, hij doet echt goed hoor. Ik heb echt respect voor Erik. Maar was jij ook bij. Jij moest toch mee? Jij moest toch mee van Erik naar die wedstrijd van Wout Brama? Je bent toch zijn hondje? Dan is hij mee. Weg! Ik ben iedereen zo'n kale kut. Kale kut. Love, Meg. Meg. Love, je weet hè, broer. Nee, hey Meg, koop eens een keer een nieuwe telefoon. Hey. Verdien je zoveel geld? Kan je nog niet verstaan? Of praat je door je neus? Wow, Meg! Meg! Meg, weet je wat hij zegt? Hij zegt, koop eens een keer een nieuwe telefoon of praat je door je neus? Meg, laat me ophouden. Dat is het loopt uit de hand. Hij is verkouden. Jongens, ga het niet. Oh. Heb je haren niet geschoren? Ik bedoel die in je neus. Meg. Ik ken niet meer, Bolle. Bolle kut. Ja. Hey. Hij heeft mij gezien die foto's op Instagram als hij gaat naar de sportschool. Nee. Popeye. Hey Meg. Ik wist niet dat hij heel pestte man. Ik zal hem aanpakken voor jou. Nee, serieus. Ik hou van Meggie, 100%. Weet je, toen wij. Meggie, wist je nog? In die groepsapp. Met Zextube. Ja, mooi man. Mooi kill jongen. Die... Je vindt hem niet een Zextube. Nee. God, maar, zo, we hebben gelachen. Mooi hij heeft mij verteld dat hij echt lief jongen was. Ja, man. Sof ook. Ja. Elke oude. Ging hem... Wist je nog dat we gek gingen maken dat hij helemaal ging schelden en zo? Als hij omdraait, moet je het bukken, hè? Hij Meg. Oké, rustig aan. Ja. Hey, Meg, hij denkt het bij mij morgen. Ik heb jou helemaal kapot gemaakt. Morgen is het bij mij. Gaat hij naar een echte club? Jalla, rustig. Shukram. Mag je heel lang? Inshallah. Slama, ciao. Je hebt hem boos gemaakt, hè? Ik vind het zo mooi, hè? Wij zitten, die groepjes hebben, jongen. Maar wij hebben altijd contact gehouden, Mechie, denk ik. Ik hou van Mechie, hij houdt van mij. Echt topgozer, man. Had ook niks geks te zeggen over jou. Zo moet je dat? Hoe wij het een keer gingen? Oh, dit ging zo de hele dag door. Ja, maar dit gaat zo, maar ik weet dat dan nog 10 krijgen. Dus. Ja. Hij doet rustig nu. Normaal zou hij mij kapot willen maken. Want ik weet dat het opgenomen wordt. Die sigaretje, die moet je onthouden, hè? Ja, die ga ik hem weer vertellen. Die vond ik wel mooi. Nog nooit gehoord. Als het regent, kan jij gewoon een sigaret roken, schip die neus. Blijf gewoon droog. Oh man, dan ben ik niet meer waar we geweest waren. Oh ja, waar voetbal je ook weer? Voetbal Elinkwijk. Elinkwijk, nee, Den Bosch kom jij vandaan, hè? Ja. Ja. En je familie komt ook uit Den Bosch? Ja. Oké. Okay. Ja, niet uit Apeldoorn gelukkig. Nee, ik ben ook niet. Huh? Ik kom ook niet uit Apeldoorn. Wat dan? Ik kom uit Arnhem. Kijk, mijn vrouw komt uit... Nog erger. Ja, mijn vrouw komt uit Apeldoorn, daarom ben ik daarheen gegaan. Ik woonde hier in Amsterdam. Toen moest ik terug, omdat, of moest ik, ging, moest niet, ik, ging, ik hield van haar, ik hou van haar. Ja, dat dacht ik al, pas je maar aan. En kijk, hier is een echt stadion, hè, Amsterdam, de Arena.
Ja, man. Mag je binnenkort naartoe, hè? Word je afgeslacht. Leug ik jouw persoonlijkheid. Kan ik jou beloven dat dat niet gebeurt? Echt? Ja. Gaat het niet gebeuren? Nee. Nee, Ajax is niks op dit moment. We hebben nog, ik weet nog, met NEC speelden wij eerste wedstrijd. Ja. In de arena. In de eerste wedstrijd in de Eredivisie weer. Ja. Dan speelden wij met 6-7 jongens die ook nog nooit Eredivisie hadden gespeeld. En hun speelden met hun volle basis zelf. Dat was een intensiteit, hé. Dat is echt... Ja, ja, ja. Ik heb niet meer op zulke intensiteit moeten spelen. Tenminste, qua tegenstander, hè. Ja. We waren echt top. Maar dat was vorig seizoen of zo? Of? Nee, is 2 seizoenen geleden. Oh, ja, hadden ze wel een goed team nog, ja. Ja. Oh, zwaar, hè? Ja, dat is echt zwaar. Ja, man, die gasten in hoog tempo spelen. Jongen. Kantelen, erin, ja, draaien. Ja, dan weet je pas echt wat die hoge niveau is, hè. Ja. Was echt, was wel pittig, hoor. Ja. Maar een mooie wedstrijd, man. Ja. Daar ben je weer van. Ja, tuurlijk. Daar word je alleen maar beter van. Daarom, wedstrijden spelen word je beter van. Hey, wie is nou een beetje de moeilijkste tegenstander? Als back? Als rechtsbuiten? Ja, als rechtsbuiten die dan op jou staat. Ik weet niet, man. Goeie vraag. Nu krijg je... Heb je Bakayoko al gespeeld? Ja. Ja, dat is ook goed, hè? Ja, goed speler. Ja, hij is goed speler, maar soms komt niet altijd alles eruit. Maar hij is wel altijd dreiging. Ja. Snap je? Ja. Misschien die wedstrijd niet tegen jou, dat je hem gewoon... Ja, kan. Ja. Dat je hem... Ik heb die wedstrijd niet gezien. Ja. Nee, maar ik vind het over algemeen wel goed spelen. Ja. En wie nog meer? Lozano is nu bij... Ja, daar heb je, als hij rechts gaat spelen. Ja, gaat rechts spelen. Ik heb dan, ja... Ik weet niet, ik kijk uit om tegen Anthony te spelen, maar heb ik niet tegen gespeeld. Oh ja, weg. Ja. Maar jij bent niet zo lang nog in de Eredivisie, hè? Dit is mijn derde seizoen. Derde seizoen, ja. Ja, want jij gaf die assist toen ze door promotie maakte, toch? Ja, op Okita. Op NAC. Jonathan met Okita. NAC, tegen NAC, ja. Toch? Het was met Jonathan Okita, Eben Selouf, ja. Groot Hoofd. Hebben jullie allemaal bijnamen? Ja, Eben Selouf, Groot Hoofd. En hier ook nu, bij Utrecht? Ja, bijna. Of durf je nog niks te zeggen omdat je nu bent? Nee, zo is het niet. Het is een goede groep onderling, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Even denken, hoor. Ik heb daar water trouwens, als je wil. Nu pas. Ja, sorry, man. Heb ik net gehaald gevestigd. Geen spa. Nee, spa was op. Nee, dat is ook niet lekker. Moet sparen. Dat is lekker. Nee, maar bijnaam valt mee. Doe hij niet echt heel erg aan. Gewoon afkortingen van naam. Hoe was die trainer eigenlijk? Die Noor. Leek mij echt zo'n dooie, man. Dat is wel een lieve man. Ja, lief, maar je hebt hier niks aan. Dan moet je een beetje leven in de brouwerij. Ja, snap ik ook. Ik denk ook soms misschien wel wat harder kunnen zijn in bepaalde situaties. Mm. Maar ja, het is wat het is. Je hebt 4 keer verloren, dus dan moeten de dingen anders. 4 keer verloren? Utrecht ook, man. Utrecht gewoon 4 keer. Hey, vroeger hè, bij Utrecht uit, jongen. Pff. Als tegenstander zijn, dan ging je gewoon daar wel heen. Hey, maar dat is vandaag, wat... vandaag moeten we aan de bak, jongens. Maar dat is niet meer. Daar gaan we ook weer naartoe. Ja, daar moeten jullie weer naartoe. Dat was de kracht van Utrecht, man. Daar ben ik ook niet bang voor. Daar gaan we echt wel weer naartoe. Ja. Want wat je zegt, wat iedereen zegt, we hebben de kwaliteiten, maar dat komt er nou niet op de juiste manier uit. Ja. Dus dan moet de juiste man daar achter de groep staan. En dat, ik denk dat Jans wel een goede is, hoor. Hij heeft ook bij Twente laten zien. Ja, ik denk ook gewoon dat hij een goede trainer is, hoor. Hij weet wel wat hij doet. Ja. Hij heeft ook gewoon, met wat je zegt, met Twente heeft hij het goed gedaan. Ja. Ja. Was jij niet uitgenodigd voor Marokko? Nee. Oh. Nee, met deze trainer ben ik nog niet uitgenodigd. Je was met die Fransman, hè? Ja, Fahid. Fahid. Fahid? Ja, Halilovic. Ja. Ja. Hoe is hij? Hoe is hij? Goede trainer? Hij is... Mooi kerel. Rechtdoor. Rechtdoor zee. En ouderwets. Ja? Ja, bij hem moest je luisteren, hè, want anders was het... Klaar. Sommige jongens hebben dat nodig, hè? Gewoon luisteren, hè. Ik had persoonlijk geen probleem met hem. Ik ben onder hem gedebuteerd, weet toch, dus... Baba, is dit een spuugbakje? Ja, kachel. Je mag niet naar buiten, hè? Dat mag niet in Nederland, wist je dat niet? Nee. Dat is milieuvervuiling, hè? Dat blijft jaren op de... Oh ja, maar ik gooi het sowieso altijd in de praatbak, dus dat maakt niet uit. Nee, maar ik heb... Mag niet in Nederland. Wat een klootzak. Alleen bij hem was heel veel in de trainingen. 1 kraak, 2 kraak. Ja? 11 tegen 11, 2 kraak. Dus dat was wel soms... 11 tegen 11 2 keer raken. Oh, dat is wel moeilijk, hoor. Hè? Ja, 100%. Ja. En dan als je hem 2 keer gaat, moet je hem laten liggen. Ja, dan krijg je tegenstander gewoon de bal. Ja, ja, ja. Of je gaat je lichaam erin zetten zo. Ja, ja, ja. Dan krijg je... Hé, maar hier was het echt kut weer, man, bij jullie. Bij ons was het echt zon. Het was echt mooi weer. Het is echt pas sinds jij bent gekomen, dus ik denk dat je slecht weer mee bent. Wat vind jij fijn om welk weer te spelen?
Ik vind altijd als het regen een beetje regen. Ja. Dat die bal glijdt. Lekker pinnen in. Ja. Volle bak. Ja, hè? Lekker dat je zo glijdt als je doorglijdt. Mm. Heerlijk. Nu is het wel stroef met die zon. Ik ben een beetje klaar met die zon, man. Ik wil gewoon lekker... Sneeuw, hè? Lekker wind gewoon zo. Koud weer en lekker... Vroeg donker, open haard aan, lekker thuis. Wat heb je niet thuis? Wat? Open haard. Ik heb er 2, gek. Oh, stoer. Oh nee, ik heb er 3. Oh, is niet normaal. Ja. Ik heb gewoon 3 open haarden thuis. Oh, dan word ik liever uitgenodigd voor chocolademelk dan voor dit. Ja, ja, ik weet al wat jij wilt. Hè? Mijn vrouw moet chocolademelk maken voor jou. Nee, nee, de slagroom nee, nee. Komt later. Nee. Hey, heb je een vriendje? Nee, broeder. Nee. Knip. Nee, grapje. Nee, maar heb je nog zusjes of broers? Ik heb 4 broertjes. 4? Ja. Godverdomme, ik had niet anders verwacht. Zal maar oppassen, skill. Weinig. Nee. Normaal hebben ze de 11. Nee, mijn moeder wilde een meisje, dus... Heb je alleen maar 4 broers? 4 broertjes, klaar. Wow. Ik ben oud. En voetballers ook? Ja, maar niet profvoetbal. Maar heb jij gevoetbald in Engeland? Huh? Ik heb eigenlijk heel veel geneukt in Engeland. En voetballen maar heel weinig. Heb je wel genoten van voetballen? Oh nee, voetballen niet. Ik dacht wat neuken. Nee, ik heb je al genoten, ja tuurlijk. Nee, maar nee, voetballen was wel mooi. Ik heb wel mooie wedstrijden. Heb je mooie herinneringen over gehad, toch ook? Natuurlijk ja, man. Dat is toch geweldig. Premier League. Het mooiste wat er is, man. Premier League is toch mooi. Tuurlijk, ik heb niet heel veel wedstrijden gespeeld. Maar steeds, je mogen meemaken. Ja, ik heb al een mooie competitie. Serie A, Eredivisie, Champions League, Premier League. De EK, weet je wel, het is allemaal mooie, zijn mooie dingen toch? Wat wil je nog meer? Wat wil jij nog bereiken? Ik? Terug naar Marokkaans elftal en vanuit Utrecht de volgende stap maken. Ja. En wat is dat, die volgende stap? In Nederland nog wel? Of nee. Ja, of Ajax of zo, of PSV Feyenoord, maar... Gaat ja, top 3 dan, en maar... Maar ik denk ook wel dat ik gewoon af en toe naar Hoezo gaat dat niet gebeuren, hoezo? Ja, omdat ik denk dat ik toch ook wel naar het buitenland wil. Okay. Ik wil naar Italië of naar Duitsland of zoiets. Ja? Dat is wel die volgende stap. Italië, Duitsland is wel een goede competitie voor jou, denk ik. Ja. Denk ik ook. Beetje loopvermogen en zo, maar Engeland dan ook. Premier League zou ook ja, maar ik denk, ja, tuurlijk, je weet nooit wat er komt, hè. Kan zomaar komen, maar als dat komt, maar dat, vaak is dat weer die stap daarna. Ja. Uiteindelijk wil ik bij Arsenal, ik moet in dat stadion spelen. Ja, nou, ja dat kan toch, als jij je doelen daarop zet, dat je denkt van, ik moet dat halen. Ga ik ook doen. Ja. Ik weet ook dat ik vanuit die voorstap ga maken. Dus alleen ik moet gewoon blijven doorgaan. Ja. Niet inzakken. Hey, en salam. Zeg allemaal Marokkaanse vrienden. Je bent allemaal met ik heb mensen, allemaal Marokkaanse vrienden, ik zweer het je. Daarom vind jij je veilig in Utrecht. Ja, 100%. Ja, dat is geen probleem. Maar lees je wel eens boeken? Ja. Koran? Ook. Wat voor boeken lees je? Ik weet even dat boek niet hoe dat heet, maar het ligt boven. Oh, het woordenboek. Lees jij wel eens boeken? Is dat niet wat ik bedoel? Nee. Ik lees elke avond. Ja? Ja, Wallah. Echt niet. Echt, kom maar bij mij. Waarom zeg je Wallah? Hey, geloof me niet. Hey. Ga deze, want je moet zo naar rechts. Waarom deze? Ja, gewoon deze baan. Gewoon deze baan? Oké. Nee, maar echt, ik lees echt, ik hou van. Wat lees je dan? Thrillers en zo. En over moordzaken en dat soort dingen. Ja? Ja. Maar waarom ga je dan geen documentaires kijken? Hier rechts? Nou, deze zo. Ja, hij stuurde mij net rechtdoor, man. Moest ik helemaal eromheen? Nee, dat is dom. Ja, kut navigatie, man. Ja. Oude auto, denk ik. Ja. Hey, maar... Is dat toch Dura van Meer ergens? Weet ik niet. Rijden. Weet ik niet. Oh. Je mag bijna zeggen, hè? Ik wilde niks zeggen. Ik zeg het. Hey, waar speelde jij vroeger mee? Wat speelgoed en zo? Babies? Met de oplaspop. Nee, zeg dan. Met legertje, met Lego. Met Lego en dat soort dingen. Echt, was je zo'n lief jongetje? En jij? Waar was je fan van dan? Ik was veel buiten, man, eigenlijk. Ja? Voetballen. Buiten hutten bouwen, voetballen. Ja, hutten bouwen, ik ook. Mooie tijd, jongen. Aardappels poffen. Deden jullie dat niet? Ik wel. Ik niet. Belletje lellen. Vuurtje steken en dan. Belletje lellen. Belletje lellen, ja. Ja. Kijk, zal ik jou hier afzetten zo? Nee, hier is goed. Hier? Ja, hier is goed. Oké. Nou, was gezellig, man. Ja. Jij vond het van niet? Ja. Voor deze keer.
veilig terugreizen. Niet snel rijden. Het was leuk, man. Neem maar mee. Oh, fluidel. Hey, bedankt voor de taart, man. Stuur maar dat ik foto's aan het eten ben. Is goed. Ga je eten? Moet ook van mijn, ja, tuurlijk. Moet het van mijn vrouw ook sturen? Nee. Hou maar privé van jou. Die best vriend. Was gezellig. Ja. Zat hij nou uit? Heb je geen shirtje? Nee. Nee, ik zag toch. Ik ga voor jou regelen. Ik kom hem persoonlijk brengen als jij wil. Oké, is goed. Deze week nog. Elke manier zoek om naar Melissa te komen.